Hi, dit heb je gemist. In de beste singer-songwriter wil iemand Bob Douwe. In mijn huis vol dieren komt de bijzondere kattenfluisteraar langs. En in de Tour de Jour verpest Walter Planka de vakantie van oom Henk en tante Truus. De beste singer-songwriter. En dit keer is de opdracht om een liedje te schrijven over je geliefde of een heel speciaal iemand. Eindelijk heeft hij iemand gekozen. Nou ja, ik vind het opvallend. En grappig ook. Laten we even kijken toen hij het licht zag. Het is leuk als je iemand tegenkomt waarvan je denkt, er is chemie of zo, of connectie. En dat gaat dus over Douwe Bob. En dat is heel grappig. Oké, okay, nou kan, nummer van een gozer, dat is prima. Dan ben je gewoon goede vrienden, toch? Jij wist het niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Ja. Nee, ik wist wel dat hij verliefd op me was, weet je. Maar, en ik op hem. Nee, maar het is, weet je, ik bedoel, alles wat... Nou ga ik het ook eerlijk zeggen. Alles wat hij voor mij voelt qua muziek en mens, voel ik ook heel erg voor Michael Prins. I am at your side. And as brothers do, I will wait for you. Ah, wat gaaf om te zien zeg, mannen met twinkeling in hun oogjes. En, het is wel echt zo, weet je. Ik bedoel, en nu mag iedereen het ook gewoon weten. Nee, maar we hebben echt een hele goede klik, toch Michael? Ja. Nou, gaan jullie even lekker samen op tour. Dat zou ik een uitstekend idee vinden dan. Oké, het begint een beetje awkward te worden, maar ik begrijp de klik nu ook wel. Er is genoeg geklikt tussen jullie twee. Laten we even kijken wat de jury ervan vindt. Laura. Ik vind dit een liedje... wat over soldaten zou kunnen gaan. Weet je, het is echt zo'n in de trenches samen, Vietnam. Soldaten, helmpjes? Nou, ik zie het eerder in twee cowboys, hoedje op, tentje erbij, Brokeback Mountain style. Klik lekker verder, gaan wij door met Mijn huis vol dieren. En dit keer een huis ramvol met katten. En wie kan je dan beter inhuren dan Frits, de kattenfluisteraar. Als je kijkt naar hoe Frits beweegt, dan zie je dat hij zich nou, bijna als een kat door de woonkamer heen laat gaan, sluipt, heel rustig. En dat werkt kalmerend op katten. Dat maakt dat ze niet zo snel in de gordijnen en in de ramen vliegen. What the fuck is dat? Maar goed, beter dat dan met katten slingeren. Want de Tour de Jour gaat het er heftiger aan toe. En opeens ziet Walter, ik rij achter u, een dode kat op de straat liggen. En hij was heel handig op de fiets. Ja, hij pakt dat beest vast. Hij pakt het ding bij de staart. Hij zwiert daar drie keer mee in de rondte. Maar ik denk, wat gaat er hier nou gebeuren, jongen? Er kwam allemaal dingen uit. Ik denk, ik wil het helemaal niet weten. Op een gegeven moment staat er een auto links geparkeerd met ome Henk en tante Truus. Ome Henk achter stuur, tante Truus ernaast. De ramen open. Jongen, Walter bedenkt zich geen moment, jongen. Die flikkert die kat erachterin. Ja, die mensen zijn zich zo doodgeschrokken, volgens mij, ja, die zijn de noord van... Ja, ze staan er nog. Ja, daar krijg je er nou van. Moet je raampje maar dicht doen, als Walter langs je rijdt. Wij gaan snel verder met de kijker van deze week. Je zal het maar hebben. Wat is nou het gekste wat je meegemaakt qua obstakels? Het vreemdste wat ik heb meegemaakt was toch wel een invalide toilet. Waar je met een trap naar de kelder naartoe moest. Dus het was een invalide toilet waar je niet met een lift kon komen. Dat was wel heel vreemd. Die verstand voor dove mensen, denk ik. Ja, ik denk het ook. En blinden. Dit was het voor vandaag. Wil jij nog iets terugkijken? Check dan even hebikietsgemist.nl. Bedankt. Houdoe. Over het warme weer gesproken. De zomercolumn van vandaag komt uit Australië. Het gaat over crickets en watermeloenen. Ik loop dus in Australië waar het nationaal cricketteam is ontvoerd. Door een bende die zichzelf de Watermelons noemt. De bende zou zichzelf nog schuilhouden hier in Australië. Het signalement van de daders is... Ze dragen een of andere groene appel op hun hoofd. En ja, het kan dus ook zo zijn dat ze bijvoorbeeld dit hebben. Dat lijkt op een kartonnetje, wat ook dus op een groene appel lijkt. Dit was Henk uit Australië op zoek naar de watermelons. En opeens ziet Walter, ik rij achter u, een dode kat op de straat liggen. En hij was heel handig op de fiets. Ja, hij pakt dat beest vast. Hij pakt het ding bij de staart. Hij zwiert daar drie keer mee in de rondte. Maar ik denk...